Film je nou eerst een spinnenweb? Die zitten niet op mij overigens hoor. Nou, vorig jaar waren we hier met Zomer in Gelderland nog in de buurt. Wenum-Wiesel, een dorp, eigenlijk twee dorpen. Dit keer zijn we dus hier, Beemte. Gaan we ondertussen even schoonmaken. Ze hebben hier een heleboel. Ze hebben een speeltuin met muurtjes, ze hebben een kerk, ze hebben een dorpshuis, ze hebben een schietvereniging, ze hebben twee campings, ze hebben ontzettend veel. Maar wat ik nou een beetje raar vind, hier staat alleen Beemte. Waar is Broekland dan? Kijk, hier is Broekland. Moet je wel even 3 kilometer rijden. Ze hebben hier ook nog Oranjefeest en ze hebben ook een eigen dorpsblad, De Ratelaar. Maar ze hebben geen winkels en ze hebben ook geen pinautomaat meer. Welkom in Beemte, Broekland. Hoort de vogeltjes fluiten in Beemte-Broekland. Prachtig platteland. Inimini dorpje, 2 zijn het er eigenlijk. Maar hoe dat zit, dat gaan we zo ontdekken. 15 afleveringen op weg naar Zomer in Gelderland. En u kunt alvast stemmen op de 15 deelnemende dorpen. Dat kan dus al vanaf nu, maar ook tijdens de zomer. Nou, en daar staan we klaar. Team Beemte-Broekland. Yay! Hallo! 2 vrouwen? Oh, wat zijn jullie stil. Zitten er maar 2 vrouwen in het team? Ja. Nee. Ja, 3. Nee, 3. Ja. Oké. Okay. Even denken, hè? Ja, 3. We staan hier op een belangrijk weiland, hè? Hoezo? Historische plek. Ja? Ja, voor Beemte-Broekland is dit wel een plek. Voor het Oranjefeest onder andere. En dat is heel belangrijk. Die is belangrijk, hè? Zie je spandoek. Proost, nee. Super, super, super weekend altijd. Dus, en ja, waarom is dat zo'n belangrijk feest dan voor jullie? Nou, het is bijna een reunie. Alles wat hier op de Beemte geboren is, dat komt er van terug. Ja. Om je oude vrienden weer te ontmoeten. Ja, leuk. En om met elkaar feest te vieren. Ja. Ja. En dat kunnen ze goed in Beemte-Broekland? Dat kunnen ze redelijk goed. Ja? Ja. Weet je dan daarna nog dat er een Oranjefeest is geweest? Of? Ja, als je weer bijgekomen bent, dan denk je, hey, hij was er weer. Ja. Hey, ik leef nog. Schiet, Beemte-Broekland, is het nou 1 of het zijn 2? Het zijn 2. 2? Ja. En wie is dan de hoofd? Nou, dat is geen hoofd. Oh. Alleen, we hebben in Beemte een kerk en een school en Broekland heeft dat niet. Ah. Maar goed, nee, dat is niet zo slim, maar nee? Het is samen 1. Okay. Het is 2, maar samen zijn we 1. Och, wat gezellig. En zeker met Zomer in Gelderland is het gewoon Beemte Broekland. Zeker weten. Jullie hebben prachtige trekkers meegenomen, daar gaan we op rijden. Gaan we starten? Joehoe. Ja, op zoek naar de hoogste punten. We zijn over 2 minuten bij u terug. Ik weet niet eens hoe het werkt, het is gewoon schakelen. Woe! Kikken! Ik ben hier als kind opgegroeid en mijn vader was de sluiswachter. Stel dat die sluis nu nog een keer bediend moet worden, ik weet precies hoe het moet. Het is wel een hele saaie baan hoor. Ja, want er kwamen niet zoveel schepen door het kanaal. Wij hielpen dan mijn vader vooral in de zomer graag. Nou, en dan spraken wij met elkaar nog wel eens af van kijk, aan die kant daar liggen een paar hele zenuwachtige hobby-schippertjes, draaien we deze even heel snel los. En dan kwam razendsnel die hele vloedgolf met water. En dan dobberden ze. Maar ja, dan moesten we snel maken dat we wegkwamen, want de kreeg van mijn vader op mijn donder natuurlijk. Als ik heel eerlijk moet zijn, net aan deze kant is Apeldoorn. We zitten wel tegen de grens van Beemte-Broekland aan hoor. Maar die Beemtenezen, die zien dit toch wel als een stukje Beemte. Maar dan laten we dat lekker zo. Ja, toch?
Ik kan mijn hoofd volledig leegmaken. Dus ik kan het werk loslaten. En dat is gewoon heerlijk. Dus lekker ontspannen, alleen maar hiermee bezig zijn. Verstand tot nul, blik op oneindig. In totaal heeft de vereniging ongeveer een, nou even kijken, een mannetje of 150. En dan hebben we ongeveer 35 boogleden. De meeste schietverenigingen zitten op een beetje een verborgen plek. Op een rustige plek. Omdat we een beetje verborgen zijn, krijgen we ook niet lui die niet zo geïnteresseerd zijn in de schiettechniek zelf, maar wel in het wapen. En daardoor is de toestroom ook beperkt. En aan de ene kant is dat fijn, maar we kunnen altijd wat leden bij de boog gebruiken. Ik sta hier in een hartstikke mooi kerkje. Ja, daar zijn we ook trots op. Ja, dat snap ik. De Wilhelmina-kerk, is dat dan van de koningin Wilhelmina? Ja, dat heb je goed. Hoezo? Wilhelmina-kerk. Nou, Wilhelmina had wel wat met Beemte de Broekland. Wat? Ze zat heel vaak te schilderen langs het kanaal, tussen de sluis en de Papegaaibrug. Had ze een schilderskar. En toen in de tijd getracht werd om geld bij elkaar te krijgen om deze kerk neer te zetten. Toen werd een heel grote bazaar gehouden en een van de dagen kwam zij dus ook opdagen. Ze kocht toen heel veel verschillende dingetjes en daar wilde ze zelf de prijs van bepalen. En was dat een beetje een reële prijs dan? Ja, meer dan het gevraagd werd, zeg maar. En op een gegeven moment toen hebben ze officieel gevraagd of ze haar naam aan de kerk mochten verbinden en daar had ze in toegestemd. Ja. En heeft ze ook diensten bij gewoond? Ja. Ze kwam regelmatig, kwam ze toch wel hier in de kerk. En heel af en toe komt Pieter en Margriet hier nog wel eens in de kerk. Fantastisch. Ja. Maar in het begin had je verhuurde plaatsen. De kerk probeerde op alle mogelijke manieren toch geld te krijgen om uit de schulden te komen. En tot 10 minuten voor de tijd waren de verhuurde plaatsen, die waren verhuurd en mocht er niemand gaan zitten. Ja. Zat er een lampje boven de preekstoel. Ja. Als dat aanging, dan mocht je... Dan was het vrij. Ja. Dus op een gegeven moment toen komt Wilhelmina met een hofdame. En incognito uiteraard. En die gaan op een bepaalde plek zitten. Nog geen 2 tellen later komt er iemand. Hé, je zit op mijn plaatsen. Kijkt, staat op. Wacht even tot het lampje uitging. Ja, klaar. Maar het was inderdaad een verhuurde plek en iemand durfde de koningin dus. Ja, maar die had ze waarschijnlijk helemaal niet herkend. Die had geen idee wie het was. Oh, wat een bak, hè. Ja. En dan is er ook nog, je hebt protestanten en katholieken bij Beemte Broekland, hè? Ja, de katholieken die kerkten in de Vecht, de Antoniuskerk. En die is een paar jaar geleden gesloten. Er zijn verschillende attributen uit de kerk. In de Vecht zijn hier naartoe gekomen. Het doopvond, het offerblok, nou, verschillende kaarsenstandaards. Het heeft wel wat voet in de aarde gehad, moet ik zeggen. Ja? We hebben op een gegeven moment een gemeenteavond gehouden. En dan zei, nou jongens, dit zijn we van plan. Zeg je erover. Maar uiteindelijk, ja, er is een hele grote verwevenheid, hè? Tussen de Vecht en de Beemte. We houden dus nu ook regelmatig diensten samen met de katholieken. Maar er zijn veel gemengde huwelijken hier, mensen van protestanten, katholieken, en dat is allemaal gemixt. Ja. Daar moeten we misschien ook niet zo moeilijk meer over doen. Nou, ik denk het niet. Nee. Dit is dus het dorpshuis. Kloppend hart van het dorp. Het is een van de weinige dingen die er nog te doen zijn hier. Dus even kijken of daar de activiteit is. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Kijk nou, een hele tafel vol breiende vrouwen.
Ja, dat is gezellig, hè? Ja. Het is lang nog niet alles hoor, we hebben er wel 16. 16? 16. Ja. En allemaal vrouwen, denk ik. Of zijn er ook mannen in Beemte Broekland? Nee, nog niet. We hebben wel gezegd dat ze ook welkom zijn, maar de voet... Ze komen niet. Nee, ze komen niet. Hé, Beemte Broekland, er is niet zo heel veel hier, hè? Waar doe je je boodschappen? Ik in Apeldoorn. Ja? Fase. Ja. Maar als je dan wat ouder wordt en dan op een gegeven moment niet meer kan? Dan gaan we bestellen, hè? Ja. Via de iPad en ja. Maar doet u dat ook? Nee, ze doet het zelf. Zij doet het zelf nog. U haalt de eigen boodschappen? Ik haal mijn eigen boodschappen. Maar als dat nou niet meer gaat? Oh, dan doen de buren het, hè? Dan doe ik het. Dan hebben we altijd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen die dat doen. Ja. Ja. We hebben een hele goede buurt, hè? U zit helemaal niet te kijken naar wat u doet, hè? Dat gaat soms automatisch. Maar, ja. Maar nu iedereen zo gericht is, dan zijn ze steeds nog wel eens een keertje mis, hè? Maar normaal gesproken kan ik erbij kletsen. Zo, heren. Hoe is het hier? Mag ik even storen? Ja, zeker. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Klaviassen. Klaviassen. En dat doen jullie elke week? Eén keer in de 14 dagen. Eén keer in de 14 dagen. Ja, hoe fijn is het om in Beemte Broekland te wonen? Nou, wanneer ben je helder? Super. Ja. Ja? Ja? Oh. Ik woon er, moet ik even denken, 67 jaar. Nee. Dus ik ben er geboren en getrokken. En wat maakt Beemte Broekland zo fijn? Ja, de samenhorigheid. Iedereen laat iedereen vrij. Er is niet van die sociale controle is er wel, maar niet eng. Nee. Ik kan rustig alle rare dingen uithalen, dan zal ik niet op aangesproken worden. Nee? Nee. Mooi. Nee. En omschrijf de mensen eens. Wat voor mensen zijn dat, Beemte Broekland? Nou, allemaal heel gezellige mensen. Ja? Ja. 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 Ja, maar ik ben hier geboren en ik woon nog steeds op hetzelfde adres waar ik geboren ben. Dat moet wel heel gezellig wezen. Ja. Ja. Ja, waar ik geboren ben, daar woon ik nog. Ja. Ja, dat kan ook zijn dat je gewoon te lui bent om te verhuizen. Nee, het is een hele bewuste keuze geweest om hier te blijven. Ja. Ja. Hier rechts heb je een mooie boerderij. Zo, 1680, hè? Ja, dit is oud. Dit is Porthoven, heet dat. Hoe? Porthoven? Porthoven. Porthoven. Ja. Hier is een paardenmeneesje bij. Kijk nou. Waar zijn we? Waarom zijn we hier gestopt? We zijn bij Ria en Wim Dolman. Ria zit in team. Ja? Ria, Wim, en die hebben een camping. Jullie hebben een camping? Ja. We hebben een camping, een 50-plus camping. Ja. Heel gezellig. We hebben er heel lang over nagedacht toen we begonnen, wat zullen we doen? Ja. En toen zagen we op een gegeven moment een advertentie in de krant staan van een 50-plus beurs in Utrecht. Ja. En toen zeiden we, als we eens een 50-plus camping beginnen, dat was er nog helemaal eigenlijk niet. Jullie waren gewoon heel hip op dat moment. En, en toen dachten we, nou, als het niet lukt, kunnen we altijd nog anders gaan doen. Ja. De mensen die bepalen zelf hun dag en invulling. Je hoeft niet zoveel te organiseren, maar ze willen graag zelf alles organiseren. Ja. Je moet zorgen dat de voorzieningen die ze graag willen hebben, de basisvoorzieningen, goed zijn. Ja. En de informatie van de omgeving. En verder redden ze zich ja. Nou, ik kan nog niet boeken, maar jij hebt hier natuurlijk al gestaan. Nee. Maar voor jou komt de tijd ook nog wel even aan. Komt heus, als ik mazzel heb. Hè? Je bent bijna zo, hè? Ja, nee, niet bijna. Ik mag even kijken, want wat is dit voor lucht? Ja, dit is onze trekkershut. Onze trekkershut. Ja, speciaal voor trekkers. Nou, leuk. Haal die trekker even, Frits, die kan erin. Oké, daar komt ie. Dat is een trekkershut. Kijk, Angelique, hier hebben we Rijksweg 50. Ja. En Rijksweg 50 die deelt eigenlijk Beemte Broekland in tweeën. Rijksweg 50 is, dacht ik, in 1976 geopend. We dachten toen nog, want dat is allemaal niet nodig. Maar als je nu ziet hoeveel verkeer er erin gaat, dus het was een goede beslissing. Alleen het geluid is wat anders dan.
Nou, Frits, dankjewel. Het was een leuk dagje. Dat dacht ik, hè? Ja. Zeker weten. Dank jullie wel allemaal. Zien jullie 10 augustus met Zomer in Gelderland. Allemaal even stemmen, hè? Download de app van Omroep Gelderland en dan stem op Beemte Broekland. Beemte Broekland doet het. Hé, hey, dankjewel. Zie je in de zomer, hè? Graag gedaan. Kom maar op de trekker, dan kunnen we nog een stukje. Komt goed. Ja?